De leukste manier om wat te leren over olifanten is luisteren naar de verhalen van de verzorgers. En dat kon altijd al, want naast de stal was er een grote tribune. Nu zijn er in het Aziatische regenwoud geen betonnen tribunes, dus dat gaan we helemaal anders doen. En het wordt ook een hele andere demonstratie. Als je het pad volgt om het olifantengebied heen, dan kun je hier op een heuvel gaan zitten. Een beetje zo, op een natuurlijke manier ingebouwd in de bestaande helling. En dan kun je de olifanten goed zien en luisteren naar de verzorger. En vanaf die hoogte heb je ook het mooiste uitzicht over het hele terrein heen. Het verhaal van het Elephants and Bees project en al die andere interessante verhalen over olifanten, die kun je straks horen hier op de heuvel. Want olifanten leven in gebieden met een dichte menselijke bevolking. Dus het zoeken is naar manieren om het mens-olifant conflict te verkleinen. En een van de manieren om dat te doen wordt ondersteund door Stichting Wildlife en houdt in dat er bijen worden ingezet in de gebieden waar olifanten in principe dicht bij de gewassen kunnen komen van de mensen. Nou, olifanten hebben een ekel aan bijen, dus dat is een hele natuurlijke manier om ze af te schrikken. Dus dat is een belangrijk verhaal wat straks verteld wordt op het nieuwe presentatieplein.